Rotterdam. Volgeladen met landrotten, die eens wat meer willen zien van het ruige zeemansleven, maakt zich elke morgen een kustvaarder van de Amsterdamse De Ruiterkade los. Ook uit Rotterdam en Delfzijl vertrekt gedurende de Nationale Koopvaardijweek dagelijks zo'n schuit naar zee. De Amsterdammers varen eerst het Noordzeekanaal af. Ze zullen niet alleen een pleziertochtje op zee gaan maken, maar tevens als het ware aan de lijve ervaren wat er allemaal aan boord van een kustvaarder te beleven valt. In de sluizen bij IJmuiden wordt de boot geschud. Buitengaats gaat de loods van boord, nadat radiografisch contact is gemaakt met de loodsboot. De kapitein geeft tekst en uitleg bij alles wat met het schip en met het varen verband houdt. De werking van de instrumenten voor de navigatie, zoals de sextant, worden aan belangstellenden verklaard en zelfs de bediening van het stuurwiel wordt in de praktijk beoefend. Al zijn de opvarenden na één reis nog niet klaar voor het examen derde stuurman, de Stichting Nationale Koopvaardijweek 1948 heeft hen in deze korte tijd toch heel wat wetenswaardigheden omtrent de Hollandse kustvaart bijgebracht. Het is veel